Vlak voor het einde van hun afscheidswedstrijd worden Dennis en Gerard de Nooijer gewisseld. En daarmee komt een einde aan meer dan 25 jaar actief voetbal. Ze speelden samen voor RCS, Sparta, Heerenveen en FC Dordrecht. En apart van elkaar speelden Dennis bij NEC en Gerard bij Feyenoord. Is genoeg geweest, jongens. Hoogtepunt? Champions League. Bekerfinale, of tenminste halve finale, tegen Feyenoord de winnende goal maken. Het mooiste tijd was natuurlijk bij Heerenveen en met name de Champions League wedstrijden. Zes keer gespeeld en ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Kijk je daar ook met veel trots op terug? Nou ja, trots, we hebben niet veel punten gehaald. Maar wel natuurlijk dat je met een deelgenomen en als je ziet wat we wat eigenlijk teweeg gebracht in Friesland, dat was enorm was dat. Ja. Dennis zat in die tijd ook bij Heerenveen, maar kon vanwege een ernstige knieblessure niet op het hoogste niveau in Europa meespelen. Heb je wel eens bij jezelf gedacht, wat was er met mijn carrière gebeurd als ik die blessures bij Heerenveen niet had gehad? Ik ga je maar even terug. Daarvoor had ik ook blessures, maar was ik goed voor teruggekomen. Maar dit was een hele zware blessure, kraakbeen. Ja, ik had gewoon een goed seizoen. Ik ging eindelijk goed trainen bij Heerenveen. Bij Sparta trainen we ook wel, maar bij Heerenveen was het echt een stuk verder. Ja, dan had ik denk ik wel hoger gekomen dan Heerenveen, denk ik. Maar ik was er gewoon goed in vorm. Zeker het eerste half jaar. Ja, en daarna heb ik alleen maar terug moeten knokken om te kijken wat voor niveau kon komen. Ja, dat ik dan nog bij NEC heb gespeeld en nog zo heb gepresteerd, dat is dan gelukkig. Maar dat bestaat niet. Spijt? Overgang naar een topclub. Nee. Ja, even wachten. Overgang bedoel ik niet naar een topclub. Hè? Nee. Ik had naar Ajax gekund. Achteraf had ik dat misschien moeten doen. Of naar Anderlecht, waar ik ook mee gesproken had. Die keuze die kan je niet terugdraaien. Spijt van zo'n groot woord. Maar je weet nooit als je daar had gevoetbald wat dan gebeurt. Lastigste tegenstander? Taument. Johan de Kok. Mooiste doelpunt? Ja, dat blijft toch bij Feyenoord of tegen Feyenoord halve finale. Heerenveen Ajax, twee keer kopbal. Buitenlands avontuur? Niet gelukt. Jammer genoeg niet. Arminia Bielefeld, Duitsland, was er dichtbij? Ja, er waren wel dichtbij. Alleen er kwam iemand tussen die iets meer geld wilde verdienen aan mijn transfer dan ik zelf wilde. En daar heb ik zelf een stokje voor gestoken met nog een aantal mensen. Gezegd, oké, dat zal nooit mij gebeuren. Toen ben ik ook zelf ook nadenken. Daarna heb ik ook alles zelf gedaan. Hè, samen met Dennis, samen met de advocaat. Om te zorgen dat wij onze contracten zelf gingen doen. En dat is aardig gelukt. Daarna ben ik ook Heerenveen en Feyenoord geweest. Dus dat is op zich wel een goede les voor mij geweest. Ik heb wel wat stages gelopen in het buitenland. Alleen ja, dan zat je ook altijd met je knie. Ik kon naar Straatsburg toe, ik kon naar Duisburg toe. Dat waren toch mooie clubs. Bielefeld? Nee, dat was een ander verhaal. Daar kon Sierra naartoe. Ik kon daar mee, maar daar heb ik niet voor gekozen. Maar ja, ze zeiden, ja, je hebt last van je knie, we kunnen het risico niet aan. Het is te veel risico, een verzekeringskwestie. Ja, dus dat is niet meer doorgegaan. Dus ook daar zit die blessure weer in de weg? Daar zit die blessure in de weg, ja. Ja. Vader Kees de Nooijer zag zijn zoons al die jaren van dichtbij voetballen en miste bijna geen wedstrijd. Wie van de tweeling was nou de betere voetballer? Mijn idee was dat Gerard altijd iets beter voetbalde, want het was een man van de paas. Hey, en Dennis was afmaker. Maar wie valt er altijd op? Iemand die aan kooltjes maakt. En niet degene die aan de paas geeft. Hey, dus dat was mijn ding. Maar ik heb echt genoten van die jongens qua inzet, qua instelling. En alles ervoor over hebben. En dat vond ik het belangrijkste. Maar zegt u eigenlijk dat Gerard een betere voetballer is? Ja, dat durf ik nog te zeggen hoor. Heeft hij dat echt gezegd? Nou ja, dat zijn zijn woorden. Dat zijn zijn woorden. Ja, kijk, weet je, het is, je valt op als je scoort. Hè? Ik denk wel dat Gerard wat completer was. Dat denk ik wel. Hè? Tactisch gezien, goede paas, kon goed verdedigen. Maar ja, het gaat toch in het voetbal om doelpunten. Dus zo werkt dat. Ook in zijn allerlaatste wedstrijd bewijst Dennis dat en doet hij wat hij al heel zijn leven doet, scoren. Hierdoor wint het All-Stars team met de gebroeders de Nooijer met 5-4 van RCS. Einde actieve loopbaan dus, maar niet einde voetballeven. Ik val niet in een zwart gat of zo, hè. Dat heb ik nooit gehad. Ook niet naar mijn profcarrière, door blijven voetballen. We gaan trainen met JWOZ, dat heb ik nog steeds. En ga volgend jaar goed doen, dus het weekend blijft wel gevuld met voetballen, alleen het zal heel anders zijn. Ik heb geen zin om op een laag niveau te gaan voetballen. Want ik zou ook bij Walcheren kunnen gaan voetballen of waar dan ook. Maar, of in het tweede van SCS. Maar dat zou stroken met mijn karakter. Want ik wil gewoon winnen wat er te winnen valt. En
ja, dat is, dan ga je toch wat mindere voetbal, met alle respect. Maar ja, dat kan ik echt niet opbrengen. En het moet ook een keer einde zijn.